mij stukken door het bedrijf de vochtige voeg. Mij van Boeschouten spreekt u. Ja, ja. Wij doen stuk werk leveren, ja. Ja, ja, wij sturen onze medewerkers op u af. Goedemiddag. Goedendag, de stukken door. Wie komt voor het stukwerk? Jonge, dat ziet eruit. Dat wordt nog een heel werk. Dat moet, volgens mij moet heel die muur eruit, als ik dat zo zie. Het is niet deze muur, hoor. Nee, het is een andere muur. Kan deze ook zwart? Nou, ik heb het toch liever gewoon wit, hè. Oh. Net als alle andere muren. Goed. Ik zal ze bieden mijn spullen en ik zou het wagen gaan halen, maar ik moet eerst ergens naar een buitenkit. Hé, hey, meneer. Ja? Pleepapier is al, breng ze in de rol. Oh, ja. Ik kom eraan, hoor. Ja, merci. Maar voordat ik begin, zou ik eigenlijk wel een pils klussen, want het is nogal warm, hè? Ja, het is nogal warm. Geef maar. Kijkt u eens. Merci. Mee, Ferry. Ja. Bij. Hé? Nee, toch? Dus, die is van zijn vrouw af. Ja, ik heb het altijd weer gezien. Hallo? Ja. Het was ook een scherke nalie ook. Had je nou maar gelijk, niet? Je kunt nu beginnen, hoor, met stukadoren. Ja. Het zou prettig zijn als u nu zou beginnen, hoor, met u... Hé, hey, maar ik moet op gaan hangen, want er met zit hier bijna klaar. Wel. Hallo? En die zit er heel de tijd tussendeur. Stukwerk? Ja. Hé, hey. Matje? Hou de weg. Hé, hey, meneer. Zometeen begint de wedstrijd Willem II NAC, hè? Ik weet niet of jij dat wilt zien. Maar ik wel. Zet tv zo. Hé. Hey. Ik kan daar niet naar de eerstkaars lopen, want de wedstrijd is net bezig. Wil je even mijn eigen speeltje vatten? Ik wilde u toch vragen of u nu wilt beginnen met het stukwerk. Stukken? Ja, stukken. Hoe je? Ja, maar weet u wat het is, meneer? Het loopt na tegen vijf, hè? En dat is na de moeite niet meer om eraan te beginnen, hè? Maar hier rijdt in ieder geval de factuur alvast. Factuur? Wat? €250? €250, ja. Ik ga hier niet voor niks heel de dag naar jouw gezever zitten luisteren. En als het niet goed is, dan moet je maar naar het kantoor bellen. Vragen naar de heer van Boeschoten. Hé, hey, matje. Hallo.